Hallo iedereen. En vandaag, in deze video, tenminste, maakt niet uit welke dag dat we zijn, maar in deze video wil ik het met jullie hebben over de scheidingsfase tussen tweelingvlammen. Nu, in die scheidingsfase zijn er eigenlijk verschillende soorten scheidingen. Je kan fysiek gescheiden zijn, je kan gescheiden zijn in die zin dat er ook geen communicatie is. En je kan ook gescheiden zijn dat je eigenlijk energetisch gezien geen de ander niet voelt. En dat is eigenlijk hetgeen waar dat voor de meeste mensen, voor de meeste tweelingvlammen, eigenlijk de ganse reis begint. Want als je als kind zijnde en tiener zijnde en sommigen misschien nog wat langer, dan is er wel het onbewuste weten dat je een tweelingvlam bent en dat er iemand daarbuiten is die voor jou voorbestemd is, die jouw identieke energie in zich draagt, die jou heel hard en heel zuiver weerspiegelt. Maar we zijn dat niet bewust, laat staan dat we die persoon zelfs al kennen. En dat maakt dus dat wanneer dat jij als tweelingvlam jouw tweelingvlam gekend hebt als kind zijnde, of dat je misschien samen op school zat, dat jullie op dat moment eigenlijk elkaar nog niet herkennen als zijnde elkaars tweelingvlam. En dat is eigenlijk één vorm van een scheiding. Waarom? Omdat je op dat moment als ziel nog niet klaar bent om in dat proces van tweelingvlam te gaan stappen. We hebben een zekere volwassenheid nodig, een zekere maturiteit nodig, om te kunnen omgaan met al de lessen die daarmee gepaard gaan. Want scheiding of separatie is eigenlijk een illusie. Net door het feit dat je altijd in energie verbonden bent, zelfs van het moment dat je geboren bent en het nog niet weet. En dat zijn ook de momenten waarop dat het bij mij inzichten bracht van, ja, als ik het kon. Vooraleer dat ik wist wie of welke naam, welk lichaam dat mijn tweelingvlam had, wat maakt dan dat ik het nu niet meer zou kunnen zonder hem? Of zonder hem, of wetende dat hij bijvoorbeeld niet naast mij fysiek is, bijvoorbeeld. Dus dat zijn een aantal inzichten die mij geholpen hebben in het kunnen onthechten van het feit dat hij niet altijd fysiek bij mij is. Na onze ontmoeting, want wij hebben elkaar leren kennen via sociale media, via Instagram, is de lang, ben ik eventjes aan nadenken, de langste periode dat we elkaar niet gehoord hebben, en dan bedoel ik voornamelijk via berichten, via Instagram of via een ander chat medium, maakt niet uit. Of via telefoon, was 2 weken. Dat was een aantal maanden na, zoals dat sommigen het noemen, de honeymoon fase van wanneer je je tweelingvlam ontmoet. Dan hadden we eigenlijk op dat moment elkaar allebei heel hard getriggerd. Nu, op dat moment dat hij mij geblokkeerde, mij verweten had voor van alles en nog wat, en zei dat hij mij haatte en mij nooit meer wou zien. Dan ben ik door een heel diep verdriet gegaan. Een di verdriet dat ik eigenlijk doorheen dit leven nog nooit ervaren had. En op dat moment was ook weer een bevestiging van hoe speciaal en hoe krachtig dat de connectie ook was. En ik heb, laat ons zeggen, 24 uur er echt mee geworsteld. Ik heb echt tranen met tuiten geweend. Maar echt een diepe gevoel, een diep verdriet naar boven laten komen. Maar tegelijkertijd voelde ik ook dat dat niet gewoon enkel alleen maar ging om over het feit wat hij gezegd had, over dat er gebeurd was. Nee. Het was verdriet van zo lang gescheiden te zijn. Dus het verdriet uit verschillende levens. Het verdriet van waarbij dat we gescheiden zijn, de illusie van gescheiden te zijn. Op het moment dat we vanuit de bron ontstaan zijn. Dus op dat moment zijn heel veel dingen energetisch gezien, maar ook fysiek gezien in mijn eigen lichaam gaan in gang gezet, in beweging gezet, in een proces gezet. Waardoor dat ik die zomer de kans kreeg om rond afhankelijkheid te gaan werken. Dat ik de kans kreeg om te onthechten van hem als mijn tweelingvlam. In die zin dat ik wel voelde, ik voelde die connectie wel, maar ik had het ook nodig om van hem los te komen, om niet angstvallig aan hem vast te houden, als zijnde dat hij de enige was die mij eigenlijk die onvoorwaardelijke liefde kon spiegelen. Want dat is eigenlijk ook niet zo, maar voor tegelijkertijd voor een stuk weer wel. Maar ook niet opvallend, gedurende die periode
En ik ben daar wel blij voor dat we die periode gehad hebben. Omdat het mij dan de kans heeft gegeven om echt naar binnen te gaan. En te gaan vragen en te voelen wat ik wou, wat ik nodig had. En op dat moment had ik ook echt de beslissing genomen van oké, ik moet gaan scheiden. Niet om bij mijn tweelingvlam te zijn, maar gewoon omdat waar dat ik in zat en eigenlijk mij bij neergelegd had, niet meer de vervulling en de voldoening gaf. Het beperkte ook mijn zielsgroei en mijn missiewerk. Dus die separatie op dat moment was er enerzijds om te werken rond die afhankelijkheid, maar anderzijds om ook mij die ruimte te geven om voor mezelf keuzes te gaan maken, om voor mezelf te gaan staan, om richting te kiezen in het leven dat ik wou gaan vormgeven, dat mijn ziel voelde van oké, dit is hetgeen wat we gaan doen en wat dat nodig is. Ongeacht welke invloed dat had op de rest, op andere mensen in mijn leven. Want zolang dat je keuzes maakt die voor jouw hoogste goed zijn, dan gaan die ook altijd zijn voor het hoogste goed van die anderen zijn. Want die zijn ook lessen, zielsafspraken en we werden mee verbonden. Dus dat was één stuk. Het andere stuk, wanneer ik het bekeek vanuit mijn tweelingvlam, dan had hij dat stuk nodig om te ervaren hoe diep en hoe bijzonder dat deze connectie was. En niet gewoon zomaar een of andere fling of verliefdheid dat gepasseerd was op Instagram. En hij had ook die periode nodig. En dan na een tweetal weken was hij heel schoorvoetend, heel angstvallig eigenlijk teruggekomen. Gewoon met een eerste mailtje, met gewoon een aantal woorden om in te checken van oké, ben je er nog? En hoe sta je nog tegenover mij? Kan ik nog goed maken wat ik eigenlijk heel hard van weggelopen ben? Dus je ziet, elke separatie heeft ook weer een ander thema. Elke scheiding heeft ook weer een ander doel. Bijvoorbeeld zijn er periodes waarin dat we iets minder spreken via berichten of dat we minder bellen. En vaak zijn dat ook periodes waarin dat we elk voor onszelf aan stukken werken. Dat we elk voor onszelf door geen schaduwen gaan. En ook daarin zie je ook weer die spiegelingen. In momenten waarop ik het gevoel heb van goh, ik heb nu even ruimte voor me nodig voor mezelf, dan neemt hij automatisch ook meer afstand. En in het begin had ik dat zelfs niet door, dat eigenlijk ook ik zelf die ruimte nodig had. En dat zijn allemaal zaken dat we moesten leren, dat we allebei geleerd hebben. Dat het oké is om elkaar gedurende een bepaalde periode niet te horen, fysiek, dat bedoel ik, hè? Via een mail of via een bericht of via de telefoon of fysiek gewoon als je dichter woont aan elkaar te ontmoeten, want wij wonen niet zo dicht bij elkaar. Dus dat is iets lastiger. Maar ook daar ben ik ook dankbaar voor de afstand, voor de fysieke afstand dat er tussen ons is, omdat dat ons geduwd heeft in nog meer open communicatie en nog meer vertrouwen op de energetische en op de telepathische communicatie. En dat geeft. Technologie heeft altijd zijn eigen willetje de laatste weken. Maar dus, ik was aan het zeggen, ik ga zien of dat niet weer uitvalt. Ik had het ook vorige week in een klantsessie, die keer dat we op een bepaald thema begonnen, dan werd de internetverbinding verbroken, of was het beeld weg, of blijkbaar echt wel duidelijk iets wat we niet mochten delen. Maar dus, om maar te zeggen dat het belangrijk is om bij elke separatie echt. Ook voor jezelf te erkennen dat die scheiding ook voor jou is. En dat het in eerste instantie is vaak ook gewoon de mannelijke energie die veel sneller een beslissing gaat nemen om afstand te nemen van de vrouwelijke energie. Omdat dat hen helpt om met hun eigen vrouwelijke energie te gaan dealen. Dus wanneer dat een mannelijke energie van je wegstapt, heeft dat niets te maken met jou als zijn tweelingvlam. Maar wel met feit en de mate waarin dat hij in staat is om met zijn eigen emoties en gevoelens om te gaan. En dat is hetgeen wat ik geleerd heb en gezien heb in mijn eigen tweelingvlam ook. Naarmate dat hij opener werd naar mij toe in de connectie. En meer deelde over wat hij hier doorheen ging, wat hij voelde en ervaarde. Hoe meer dat hij in balans was, hoe meer dat ik ook in balans was. En hoe harmonieuzer dat onze connectie was. En hoe eenvoudiger dat dan uiteindelijk ook wordt om elkaar ook echt die ruimte te geven. En dat is hetgeen wat we ook allemaal aan te leren zijn. Naarmate dat we hoger gaan in de energie, leren we namelijk om allemaal samen te komen in eenheid. Dus die samenhang te voelen, dat eenzijns te voelen. Maar om jouw eigen individualiteit, je eigen identiteit, je eigen karakter daar niet in te verliezen. En dat is hetgeen wat veel vrouwelijke energieën te leren hebben.
Namelijk dat ze zichzelf niet constant aanpassen aan hun partner om hier geliefd te worden, om hier gekend te worden of wat dan ook. Want het is belangrijk om je eigen te worden. En dat zien we dat in tweelingvlammen ook gebeurt. Hoe authentieker je bent en hoe meer jij bij je eigen energie blijft en gewoon hoe dat jij voelt, dat past bij wie dat je bent. Dus niet vanuit je verwarmde, gekwetste energie, maar echt vanuit je gezuiverde, geheelde energie. Hoe magnetischer dat je wordt voor je mannelijke energie. Dus dat is ook hetgeen wat ik vaak ook zeg tegen mensen die vragen van ja, wie is mijn tweelingvlam en klopt het, is die of die? Het mooiste bewijs om te weten of iemand jouw tweelingvlam is, is om gewoon verder te werken aan je eigen groei. Om verder in jouw queen-energie te stappen. Om verder in jouw geheelde vrouwelijke energie te stappen. Om in je missiewerk te gaan stappen. Om te doen wat dat jou blij maakt, wat dat jouw vervulling brengt. En dat is hetgeen wat ook gisteren in die reading over ging. Hoe meer dat jij dat voor jezelf gaat gaan vormgeven, hoe automatisch ga je door de gouden koord, de ene gouden energetische koord die er is tussen jullie, ga je een verandering teweeg brengen bij jouw mannelijke energie. En dat is voor mij tot op dit moment nog altijd het grootste bewijs dat iemand jouw tweelingvlam is of niet. Een ander stukje waar ik ook gewoon, maar eigenlijk gaat deze video daar niet over, maar ook wat ik wel mee, wil meegeven. De meeste tweelingvlammen hebben heel vaak het gevoel gehad dat er iets is dat ze misten. Bij mij was dat bijvoorbeeld, dat ook al was ik in een relatie, ik had een constant gevoel dat mijn ziel precies nog op zoek was naar iets anders, naar iemand anders. Dat gevoel is verdwenen met het herkennen van mijn tweelingziel in mijn tweelingvlam natuurlijk. Niet mijn tweelingziel, maar dus het herkennen van mijn spiegelende ziel. Of hoe moet ik het ook gaan noemen, in mijn tweelingvlam. Dus op het moment dat ik daar een lichaam kon aan kleven en een naam kon op plaatsen, werd die onrust in mezelf, want in mijn ziels, want dat echt, was echt op zielsniveau, want ik was niet bewust op zoek, werd eigenlijk gestild. En ook dat was voor mij een bevestiging. En dat is ook iets wat ik al meermaals gehoord heb bij verschillende tweelingvlammen die bij mij in traject zitten en coaching zitten. Dat ze dat inderdaad dat gevoel herkennen en inderdaad dat verdwijnt naarmate dat ze eigenlijk hun tweelingvlam hebben ontmoet. Wat dat niet wil zeggen dat je vanuit je ego niet meer gaat gaan twijfelen, want het heeft mij ook heel lang nog tijd nog geduurd om door alle drama die gaande was, door alle 3D-dingen, om echt volledig te gaan vertrouwen op hetgeen wat ik voelde. Maar op een bepaald moment moet je daar ook bij neerleggen. Moeten de dingen die je hoort en ervaart en voelt. En zeker als hij dan ook na die nacht bevestigt wat hij ooit gevoeld had, of inderdaad hij iets telepathisch gehoord hebt en dan zegt hij het ook bijvoorbeeld, of stuurt het in een bericht of wat dan ook, dus bij een bevestigend idee, hoe meer hij ook gaat vertrouwen op jouw innerlijke weten. En dat is de taak van de vrouwelijke energie. En dus de truc is, wanneer hij in afscheiding zit, gelijk welke manier dat het ook kan zijn, en weet dan er ook verschillende vormen in zijn, hè. En dat die vormen ook weer evolueren naar gelang dat je verder staat in het proces. Dat het belangrijkste en eigenlijk het enige dat je te doen hebt tijdens die scheiding is te focussen op je eigen groei en je missiewerk. Door het verspreiden van onvoorwaardelijke liefde, want dat is eigenlijk de grootste missie van tweelingvlammen. Ik ben aan het denken, wat moeten we nog zeggen? Als vrouwelijke energie is het ook heel belangrijk, en kijk zeker ook eens naar die video dat ik al daar eens over opgenomen heb, is het heel belangrijk om voor jouw waarheid te blijven staan. Om jouw waarheid uit te spreken. En niet te gaan denken van, ja, als ik dat zeg, dan gaat hij misschien kwetsen, of dat, wat dan ook. Nee. En dat heeft ook weer te maken met die eenheid en individualiteit. Het is belangrijk om jouw waarheid wel vanuit liefde en wel vanuit zorgzaamheid te delen met jouw tweelingvlam. Want op dat moment is dat misschien net het stukje dat jouw tweelingvlam nodig heeft om weer iets te helen. En dus triggeren op zich, je moet niet gaan triggeren om te triggeren natuurlijk, maar wanneer die dingen gebeuren, net door je waarheid te spreken, net door je kwetsbaarheid te delen, dan help je hen ook in hun proces. En kwetsbaarheid is voor Divine Masculines, voor de mannelijke energie, heel aantrekkelijk. Want dat helpt hen om ook in hun eigen hart te gaan verzachten. En om. Ik ga het proberen te verwoorden zoals dat de mannelijke energie het verwoordt. Maar
Het feit dat zij ervaren dat jij jou veilig genoeg voelt om je volledig kwetsbaar te tonen naar hen toe, dat helpt hen om ook te zakken in hun energie. Om van daaruit verbinding te maken met hun eigen emoties en om van daaruit dan verbinding ook weer te maken naar jou. En dus van daaruit dan ook met jou te delen wat dat er emotioneel gezien in zich omgaat. Een andere reden waarom dat er vaak ook separatie of scheiding is, of waarom dat jullie eventjes elkaars energie niet meer voelen bijvoorbeeld, dat is omdat het vaak één van beiden, maar meestal dan de mannelijke energie, dat kan ook beide, kan ook jou zijn, dan is dat omdat hij door een lastige periode gaat. En wanneer dat hij dan, ik zeg geen voor mannelijke energie, dus kan niet voor de vrouw zijn. Maar dat is wanneer dat de mannelijke energie dan door geen processen gaat en eigenlijk niet in de juiste frequentie zit, dan zou die in contact met jou veel te veel schade toebrengen. En dus daarvoor wordt er universeel gezien eigenlijk ook beschermd, zodanig dat, dat hij dan niet jouw energie eigenlijk overbelast en van jou te veel energie van jou wegneemt. Dus daarom op die momenten ook, ga er niet achterna. Ga er niet achterna gaan lopen. Hè. Ga het niet gaan jagen, want het enige wat je doet is gewoon verder wegduwen. Dus dat is echt belangrijk, nog meer dan in andere relaties, om hen die ruimte te geven. Om hen met zichzelf te laten. Op het moment dat je ervan wegstapt en je focus verlegt gewoon op jouw leven, op jouw dingen, op de dingen die op jouw pad komen. Dan ga je zien dat die automatisch gelijk een boemerang terugkomen. En ook dat is weer een bevestiging dat dat dan inderdaad jouw tweelingvlam is. Aanvaard nooit toxisch gedrag in die zin, zoals geweld en dergelijke meer. Dus blijf heel integer en trouw en loyaal aan jezelf. Want zeker in het begin van een tweelingvlamproces ga je vaak nog te maken hebben met die gekwetste mannelijke energie. En ga je zaken ervaren, zoals ghosting bijvoorbeeld, en ga ze niks meer laten horen. Maar weet dat dat niet te maken heeft, dat dat niks wil zeggen dat ze niet geïnteresseerd zijn. Integendeel, ze voelen zodanig veel te veel emoties waar ze totaal geen weg mee kunnen. En dat maakt dat ze jou in het gewissen laten. Dus dat zijn allemaal. Ja, verkeerde overtuigingen, boodschappen en informatie die verspreid wordt, maar weet dat die informatie niet van echte tweelingvlammen komt. Dus ook daar, alsjeblieft, wees heel strikt en heel zuiver in het kiezen van de kanalen en de mensen die je volgt en de informatie die je opneemt. Want dat gaat ook weer de evolutie en de groei in jouw tweelingvlampad gaan beïnvloeden. En het is niet nodig om het moeilijker en lastiger te maken dan het al is. Dus laat jou begeleiden als het niet alleen lukt. Laat jou begeleiden. Laat jou inspireren door mensen die het pad lopen en die weten waarover dat ze het hebben. Want zolang dat je verbindt met iemand die bijvoorbeeld wel een tarotreader of lichtwerker is, maar geen tweelingvlam, dan missen zij eigenlijk de nodige know-how, het referentiekader, om jou op een voldoende duidelijke, transformatieve manier te helpen. Zo, ik ga het hierbij laten. Als je nog vragen hebt rond separatie, rond wat dan ook, stuur me gerust een mailtje. Dan maak ik daar nog een tweede deel over, of een derde deel, whatever dat ook maar nodig is. Ik ga de komende week nog andere thema's delen, waaronder bijvoorbeeld de invloed van kinderen en tweelingvlamconnectie. Wat staat er nog op mijn lijstje? Astrale seks bij tweelingvlammen. Wat betekent om in eenheid te zijn met je tweelingvlam? En dan twijfel in, als je twijfelt aan de connectie, wat wil dat eigenlijk zeggen? Dus dat zijn de dingen die dan op mijn plannetje staan. Ik weet niet wanneer die gaan online komen, maar dus als je abonneert en de meldingen aanduidt, dan krijg je automatisch een bericht wanneer dat er weer een video online komt. Zo, dat was het voor nu. Ik ga de twee delen aan elkaar plakken en online zetten. Zo, ik hoop hiermee weer van dienst te zijn geweest. En zoals altijd, als je vragen hebt of je hebt onduidelijkheden of wat dan ook, er is sowieso de tweelingvlam reading die je kan reserveren, die specifiek voor jezelf bedoeld is. Je kan natuurlijk ook één op één met mij samenwerken. Je kan een traject zelfrealisatie vanuit de hart, gedrag en bewustzijn leren werken met de vlammen. Want als tweelingvlam, dan ben jij ook een universele vlam. Dus daar zit er ook wel heel veel waardevolle informatie en lichtcodes en activaties in.
Dus als je daartoe geroepen voelt, wees welkom. Vanaf 14 april gaan we weer van start met een nieuwe groep. En de mensen zijn rustig aan, stilletjes aan binnenstromen. Dus als jij voelt dat je ook daar deel wil van uitmaken, wees welkom. Heb je vragen over wat dan ook dat ik je nu net verteld heb, stuur me een mailtje via de website. De linkjes vind je onderaan deze video. En dan hoor ik je wel en spreek ik je wel in een nieuwe video. Dag!